Welkom bij de derde aflevering van Livestroom, het online muziekkanaal uit Oostende. We staan hier vandaag op een bouwput op de Oosteroever en we hebben partners Frankie en Skemmik voor jullie. We trappen af met Partners, dat is het muzikale alter ego van Femke Frederiks en James de Graaf. Ze houden van een mashup tussen beeldende kunst en muziek en dat is eraan te zien en te horen. Hier is Partners. When all is lost. To move along if you wish to reach the safe zone. For every shady character, there's a shady case of stairs, and for every step you dare to climb. Start to smell. Your nose is filled with sulfur stink from your armpits. You carry the mark of the beast. Oh, sure, you can go back. But innocent white on the outside has turned inside into. To worry, because as fearful as we might look, the only thing we want from you is to comfort our band of crooks. All right, James en Femke, welkom. Hoe is het? Dank u. Goed, Ruud. Goed, zeer goed. Beetje fris, maar... Ja, wat vind je van de setting hier? Heel nice. Super nice.
Okay. Echt een nice esthetiek. Cool. Wie jullie muziek niet kent en die online gaat opzoeken, die vindt trefwoorden als opera, beeldende kunst, blues, punk, beats. Welke muziek maken jullie nu eigenlijk? Ja, wij maken niet echt... Allee, onze sound of zo ligt niet echt vast. Wij passen onze muziek een beetje aan de context waar dat wij zin in hebben. Dus dat kan eender welke vorm aannemen. En het is vooral onze persoonlijkheden die eraan uitkomen of zo. Ja, je zegt aanpassen aan de context. Hoe loopt dat dan? Hoe kan ik dat concreet voor... Ja, nu concreet hadden wij... Omdat hiervoor speelden we altijd zo elektronische sets met veel beats en waar zo wel op gedanst kon worden. Maar omdat wij nu meer gaan spelen voor een zittend publiek en mensen met mondmaskers aan tafeltjes, en hadden wij meer zo zin om iets anders te doen. En geen beats gewoon te knallen in mensen hun gezicht. Dus we hebben nu zo... We omschrijven het als... Cool in the pool, pseudo, cocktail, piano, jazz. Een corona-set. Ja, een corona-set, ja. Oké, cool. Ik heb ook gelezen dat jullie voor jullie nummers eigenlijk, of dat al jullie nummers zich afspelen in een wereld die jullie zelf verzonnen hebben. Hoe ziet die wereld er dan uit? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Je gaat dat wel voelen als je de liedjes hoort. Het is een beetje donker en guur en luguber en... En zo zijn de liedjes ook. Dus het is ja, zo wat nattig en donker en vuil. Is het dan een wereld waarin dat jullie zelf zouden willen wonen? Het is zo'n aantrekken en afstoten van... Want dit is eigenlijk super kleurrijk, maar ja, dat is ook wel vrij vuil of zo. Want we hebben daar gewoon tja-tja-tja geverfd. Dus het is zo wat die combinatie, denk ik, die ook in de muziek zit. Oké, cool. Jullie vormen samen een band natuurlijk, maar jullie zijn ook een koppel. Hoe loopt dat? Dat voelt super natuurlijk aan, omdat we elkaar ook hebben leren kennen door samen te werken. En video's die ik deed op de kunstschool. En dus dat samenwerken was er al. We zijn eigenlijk op die manier verliefd geworden op elkaar door dan samen te werken. Okay. En gewoon een mega goede connectie te voelen. En zo, we wouden dat gewoon niet mee stoppen of zo. Dus. En dat voedt onze relatie ook echt. En omgekeerd voedt onze relatie ook onze muziek. En de muziek die we met elkaar delen, kruipt dan ook in de muziek die we samen willen brengen. Dus. En de muziek die je samen maakt, wie doet wat? Wij jammen ook heel veel. En dan groeit daar ook vaak iets uit. Dus dan begin... Ja, goh, dat is echt... Eigenlijk is dat... We wisselen dus wel onze rollen uit of zo. Ja. Allee, het is niet dat... We vinden dat wel nice dat we gewoon kunnen switchen, want dan blijft het gewoon fris en is er altijd wel andere muziek dat eruit voortkomt of zo. En er is ook niet één methode. Dat kan zijn vanuit een jam of iemand heeft een stukje geschreven of... En zelfs onze instrumenten wisselen ook. Okay, dus nu doe ik percussie, maar dat is de eerste keer dat ik percussie doe. Dus zo'n ding. James is de eerste keer dat hij piano speelt. Oké, Femke en James, merci voor de babbel. Ja, gedaan. Oh no, where lives are born.
has begun. Oh no. Just a flick of wrist reveals clenched fists. Oh no. By the apple of twist and toxic mist. Oh no. Look lively, chum, where's it coming from? Oh no. Incessant beating, hum, chum, chum. Oh no. Tied up in lace at a horrible pace. Oh no. Lost in space, bound to this place. Oh no. Thank you.
Come, 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 come with me. Come, 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 come with me. Follow me, follow me, follow me. Follow me, so follow me. Follow, 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 follow me. You will see. They all think we ain't got no clue. Something new. They all think we ain't got no clue. Follow me, follow me, follow me. Bright light this night. Follow me, follow me, follow me. De volgende band is gestart als een band met podiumangst, maar ondertussen hebben ze er al een mooi parcours op zitten in concert- en theaterzalen. Ze brengen een mix van jazz, punk en rock. Hier is Frankie.
Dag Simon, dag Brecht. 2/5 van de Frankie-taart. Welkom. Ja, je zegt het mee, hè. Ja. Ja, je voelde het komen. Ik dacht het. Ja, ja. Zijn jullie blij om in Oostende te zijn? Heel blij. Ja? Ja? Oké. Okay. Ja. Zijn jullie al vaak geweest? Gespeeld al? Daar de vierde keer. Hè. Gespeeld al met de band? Nee, eerste keer. Nee. Ja, spannend. Ja. Hoe lang zijn jullie al bezig eigenlijk? 3 jaar? Nee. Ja, bijna 3 jaar. 3 jaar. En hoe is het dan begonnen? Daar is een mooi verhaal aan verbonden. Ik herinner mij een verhaal over een kelder in Gent en een eerste optreden. Ja, wij moesten ooit... er was een tentoonstelling en Vincent, iemand van onze band, moest daar de tentoonstelling cureren. En daar was altijd een optreden aan verbonden. En toen hebben we beslist om dat zelf te doen. En voor die gelegenheid hebben we dan wat nummers gemaakt. En dan gespeeld op die opening van de tentoonstelling. Dus heel casual eigenlijk. Laat het zo simpel klinken. Zo ontstaat een band. Gewoon toevallig dan. Ja. En het werkt. Jullie zijn nog gelukkig samen. Ja, nee, ik denk op dat moment waren we niet echt van plan om... dat leek eerder zo voor ons ik zo'n fijn extraatje om te doen. Maar op dat moment hadden we niet echt het gevoel om echt als band te beginnen of zo, denk ik. Ja. Maar dat was dan die tentoonstelling en dan hebben we dat optreden gedaan in combinatie met een soort van popkast. Ja, want zo zag het eruit. Hè? Ik herinner mij dat er een zwart doek hing en dat de mensen enkel gemotoriseerde poppen zagen spelen. Ja, het was eigenlijk een poppenkast en wij speelden live muziek achter de poppenkast. Ja. En de poppetjes bewogen dan via motortjes en draadjes. Ja. Ja. En daar is dan ook een theatervoorstelling uitgekomen, want er waren mensen van Campo in de zaal die dat hadden gezien en die dachten... Ja, er waren blijkbaar wel mensen die er zo wel iets in zagen. Ja. Dus... die voorstelling... Ja, we zijn dan met Campo beginnen samenwerken, omdat zij dat wel... Ja, ze zagen er potentieel in, denk ik. Ja. En dan zijn we met hun beginnen samenwerken en hebben we na een aantal residentieperiodes een voorstelling in elkaar proberen te steken. Ja, je hoeft niet vals bescheiden te zijn, want jullie zijn de... Ja, zo klinkt het wel. Jullie zijn de wereld aan het veroveren met die voorstelling, hè? Of toch een deeltje van de wereld? Nee, we gingen normaal Canada veroveren, maar dat is dan niet gelukt, omdat het was een virus. Ja, daar heb ik iets van gehoord. En dat is niet... Normaal zouden we naar Canada gaan, maar het is dan niet doorgegaan. Ja, want voor de mensen die de voorstelling nog willen zien, die zullen nog eventjes geduld moeten hebben. Normaal gezien in november in Brussel of in september in Marseille. Ja. Fingers crossed. Want hoe gaat dit nu dan? Zijn jullie een hechte bubbel met 5? Ja, dat mag nog net dan. Om samen te repeteren. Repeteren jullie nu of ligt het eventjes stil? Ja, we zijn een week naar de Ardennen geweest. En dan hebben we samen gerepeteerd en geslapen en gedronken en zo. Ja, hoe gaat het dan in zijn werk? Dus overdag werken, s'avonds drinken of omgekeerd? Nee, we waren vrij professioneel bezig, vond ik zelf. We gingen vroeg slapen en zo. Dronken thee, koffie. Wauw. Zo voorbeeldig. We probeerden nieuwe nummers te spelen. Ja. En ik vind dat wel... een beetje gelukt is. Dus jullie klinken rock en roll, maar leven eigenlijk vrij burgerlijk? We zijn verstandig. Ja, verstandig. We zijn... Zo hoor ik het graag. Ja, ik zeg rock en roll, maar jullie hebben natuurlijk veel muzikale invloedssferen. Is er zo één iemand die jullie naar voren willen dragen als zo een muzikale gids? Iemand waar jullie veel mosterd bij halen? Jonathan Richman hadden we het dan langs over... Iemand die we allemaal wel goed vinden in de band. Jonathan Richman. Ja, van The Modern Lovers. Een goede sfeer, een podium, speciaal figuur. Ik denk dat bij hem merk je heel hard dat het zo niet echt perfect afgelikt moet zijn of zo. Ja. Hij probeert zo zijn zangkunsten of zo ook niet. Of ja, de manier waarop hij zingt probeert hij niet echt zo... Het is vrij puur of zo. Hij probeert zo niet het weg te steken. Ja, en hij brengt ook zo van die ruwe... Zo, dat hij in zijn tuintje zit met een gitaartje. En dan wordt en een theetje. Met een eventueel. En dan zet hij daar een microfoon en dan is dat een plaat. Brengt je dat uit. Klinkt niet super, maar de sfeer is altijd goed. Zo, ja. The perfect is the enemy of the good, hè? Zeggen ze in Engeland. Ja.
Oké, we gaan naar jullie set luisteren. Dankjewel, Simon. Dankjewel, Precht. Dankjewel. Dat er stroomde bij je bas. Er heeft een vogel op zijn bas gekakt. Get that groupie.
Kummik is een legende hier in Oostende. Hij brengt scherpe West-Vlaamse rap op stevige drum- en bassbeats door Point Blank. Hou jullie vast, hier is Kummik. Yeah. Sessie 1. Leefstroom. Yeah. Point Blank. Netflix chill, akkoord worden de pizza's. Het gaat om het proces, heel de weg naar de climax. Mijn finish dat is bizak, smok je blut, ik neem mijn chivas. Inviteer de vriendinnen en vertelde dat ze wie was. Fuck die kamer, kom met me mee schat. Gereserveerd in een hotel, maar we nu een up attack. Slow down, uiteindelijk sleur ik alles af. Behalve die hakken naar je lekker net pak. Je kent me niet en die iets, speel maar mee. Ben een viking die zijn zeemer met een von de zee. Versta ik aan je charmes of ik stukje frit en kees. Voel de zweep en kasseren heb je goddelijke snee. Qua je brein en de rest volgt. Je ademhaling is de taal en nek, ik ben je tolk. Ik draag je bij de billen, maar het voelt aan als een wolk. Voel de energieën van ons lichaam connecteren als volt. Maak me wild, maak me dom en uitgeput. Ik wil als zweet, hoor ik lessen, dat kan me rammen in je kut. Ze is een prinses, maar in bed is ze me trut. Noem het nooit meer verkering, vanaf nu zeg je een fuck. Doe je kut in mijn gezicht, wel dat je me meer voedt. Pas spraken van genoeg als mijn tong zeer doet. Kreep je bij de nek en maak me bek, zodat je zweet proef. Vind het zo lekker als je me meneer noemt. Zij is een hodin en ik ben er hele slaaf. Witter dan de dans met de duvel aan mijn hoofd verstaat. Ben dominant, mocht je bent de baas. Kwijl het schaars, fuck een string alleen de rok. Laat me snuffen naar je aars. Fuck je dick pic, dat is mijn charme dat je versiert. Langzaam aan de G-spot, totdat je spruier niest. Dat is mijn liefde dat je bent, maar mascara dat je verliest. Fuck mijn broekstream, unleash the beast. Yeah. Make some noise for Point Blank. Yeah. Yeah, Oostende, godverdomme. Yeah. Wat zeg je? Van poepen word je doof. Krijg je s'nachts vele erecties, want dat leef ik in mijn hoofd. Op de foto's van mijn ex vind ik heel veel troost. Ben een single en dat bluft zo proost. Ik heb je streepje, lijk de weven en van jullie is het kaal. Kijk je nooit achteruit, krijg je rechten op de paal. Vijs nooit hele hand, liever marginaal. Anders dan de rest, want de rest is normaal. Fuck B, Skummik is beter. Hij vindt me cute, maar vertrouwen voor hem meter. Op een dag hoort ik te denken, komt er error op mijn weer. Te vet voor mijn Nikes, krat niet aan mijn veters. Ben liever een rebel dan een krijger. Ben liever Skummik dan mijn negen. Ben liever echt dan het te faken. Maak geen deel uit van jullie, we gaan staan aan met te wezen. Jamais dat me aanpas. Een bord van mijn feet, steek ik laag tegen dat vast. Blaas in je nasbak, gelden op je bitch. Ik wist niet dat het aan was. Ik wil de spotlight, de parade. Ik wil de fame en de namen. Maar dat zeggen wat ik wel zonder schaamte. Ik wil tequila, basil, maar bio-limonade. Ik heb moeite komen zelf recht. Ik verleek hem mijn leven met de kent voor de kerk. Ik word er niet gelukkig, maar gepoept in mijn bek. Halleluja, godverdomme, de duivel is echt. Ik zag hem in mijn kamer, ben bezeten. Ik zag een vrouw in die hoer en ik breekte. Een junk kwam me kook en die smeekte. Vele noten in mijn zang, maar ik leef het. Yeah. Dag Gauthier, a.k.a. Skummik. Welkom. Merci. Dit is hier jouw hometown, hè? Skummik is een begrip in Oostende, toch? Ja, dat is wel mijn hometown. Ja. Ik woon hier niet meer. Al 3 jaar niet meer. Maar dat telt. Ik mis het wel iedere dag. Ja? Dat is een deugd om terecht te komen. In Oostende. Ja. Verandert niet, hè? Ja, zal altijd thuiskomen, of wel? Toch wel. Het is toch veranderd. Ja. Ja? Ik heb heel veel vlakken. Maar ergens, de charme van Oostende bluft er wel altijd. En ook, kent iedereen hier. Dat is ook de enige stad dat ik dat heb. Dat ik persoonlijk iedereen ken. En dat is ook wel leuk om terecht te komen. Ja. Tussengevoelens, hè. De max. Ja, het grote publiek kent jou misschien van Belgium's Got Talent, hè? Daar heb je een kleine optreden in gemaakt. Hoe is dat afgelopen? Heeft dat iets opgeleverd? Goh. Sowieso had dat wel iets binnenhaald, maar we waren nog redelijk actief op dat moment. Ik geloof mij hetgeen dat er is geweest met Philippe de Winter, met Puber. Ja. Dat ik gekotst had over zijn mooi gezichtje. Je hebt over het gezicht van Philippe de Winter gekotst, de letterlijke persoon, of een... Jammer genoeg niet letterlijk, maar zijn affiche. en dat het toch wel heel veel binnenhaalt. Dat kan ik wel zeggen dat het afgelopen jaar dat wat... Hetgene was die de meeste duw in ons rug gegeven. Bijzonder dat die clip in een maand dit ondertussen views had. Ja. Omdat dat dan in de media is terechtgekomen. Dus ja, Belgium's Got Talent was
dat was oké, maar ja, het is niet dat we meer optredens hadden of zo. Ja. Wij zouden gewoon zijn dat een ander doelpubliek ons al leren kennen. Ja. Een ander soort publiek. Nu ben je persona non grata onder de IJzertoren. Daar mag je niet meer komen. Of, hoe zeg je dat? Nu ben je niet gewenst onder de IJzertoren. Daar mag je niet meer komen. Ja. Ja, misschien, ja. Ja. Maar je bent ook wel een beetje activistisch, hè? Ook in je teksten en invloedssferen. Hè? Je verwijst naar die Australische activist. Zijn naam ontglipt me. James Aspie. James Aspie, inderdaad. Die een jaar heeft gezwegen om het dierenleed aan te kaarten. Je bent zelf ook vegan, geloof ik. Hè? Ja. Zing je ook in hippie. Is dat iets wat je bezighoudt, activisme, als rapper? Of wil je iets aan de wereld veranderen? Goh, ik wil veel aan de wereld veranderen, maar ik ben ook tot besef gekomen door de jaren dat ik vegan ben, dat dat niet zo makkelijk gaat. Ik wou vroeger veel meer agressiever in mijn aanpak, maar zo werkt het jammer genoeg niet. Ik zou wel de wereld kunnen veranderen met een vingerknip, maar dat gaat niet. Ja. Alles heeft tijd nodig en ik probeer het nu wat minder in mensen naar strot te duwen. Ik probeer het gewoon op een hele, ja, hoe moet ik het zeggen, zachtere manier, meer proberen een zaadje te planten in de mensen in hun hoofd. Ja. Het gewoon even een keer opnoemen, van kijk, zo is het. En zo kan het. En laat dat zaadje groeien. En constructief. Ja. Ik vind dat dat beter werkt. Ja, de max. Schrik niet zo de mensen af. Ja. Het is jammer dat de mensen afgeschrikt zijn van zoiets, weet je. Want het is de waarheid. Maar ja, het is nu eenmaal zo, dus probeer ik dan ook wat rond te werken. Ja, en de waarheid heeft soms tijd nodig. Ja, natuurlijk, omdat het is vrij confronterend voor de mensen. Wat betreft ook dierenleed. Mensen hebben zo'n idee van, we zijn goede mensen, doen dat we moeten doen. We gaan werken. Ik ben een goed mens. We zijn moraal, zijn we correct. En als je dan afkomt met, ik ben vegan, dan toon je er eventjes van, oh, er is toch blijkbaar iets dat niet zo goed doet. Dat ik slechte gevallen heeft. Dat hij echt wel heel veel leed heeft. Alleen met zich mee heeft. Dus ja, voor de mensen is dat zeer confronterend. En dat kan daarin komen dat mensen soms vrij defensief zijn, soms vrij agressief of het ridiculiseren. Ja. Dus ik had het door de jaren dat ik dat beseft, dat de mensen daar wat tijd voor nodig hebben. Ja. En ik moet die mensen ook die tijd hun. Dus ja. En ondertussen timmer je verder aan de weg met Point Blank, dat is je vaste muziekproducer. Jullie gaan in september ook een nieuw project releasen, hè? Heb ik me laten vertellen. Ja, klopt. Kan je er al iets over lossen, bij wijze van scoop? Het is ons coolste project tot nu toe. Alright. Vind ik echt waar. Het is dik en we hopen dat we het zullen schoren met dat project. We zijn op reis geweest naar Colombia. Alright. Om de videoclip te maken. Pre-corona dan? Ja, ja, we hebben een weggetje gevonden. Ja, voilà. De boot. Ja. You got your ways. Ja. Hoe is die samenwerking met Point Blank? Dat is de laatste vraag die ik ga. Hoe werken jullie samen? Maakt hij de beat? Kom jij met teksten? Hoe gaat dat in zijn werk? We komen soms met samen ideeën, of hem of ik. En dan zitten we samen en zien we eens hoe we dat kunnen uitwerken. Of hij maakt de beat en ja. Maar uiteindelijk zitten we altijd samen in de studio en maken we het samen. Ja. De teksten schrijf ik wel sowieso allemaal alleen. Ja. Ik doe alles qua producing, mixing, mastering, maar allee, ik had er wel een invloed op. Maar uiteindelijk staat hij in voor de beats en ik voor de vocals. Maar jullie leven in complete symbiose, dat voel ik, dat hoor ik. Merci om hier te zijn, Cotier. Veel plezier, merci voor de toffe vragen. Ja. Ja. Ciao. Zonder enige klacht, maar alles wat er achter wordt, te veel van me verwacht. Kwellen wij hen direct.
dacht dat ik dat doorzingen zag. Het tovelde mijn vader op mijn nekken. Vergeven is een onderdeel van het leven. It's part of life. Yeah. Dat is een schoonheid. Een schoonheid. Die we delen. Yeah. Shout out naar Tau. Yeah. Vergeven is een onderdeel van het leven. It's part of life. Yeah. Dat is een schoonheid. Yeah. Schoonheid die we delen. Zeg maar zeker. Leren van het verleden. Ik kon niet slapen, de kook, dus ik rookte maar wiet. De weekends, nu de dagen, vind je, ik zat er lekker diep. En dan belasten kwam ik wakker en mijn hart gaf een beat. Mama, ik heb gevochten voor mijn leven, kon je nog geen zien. Nu draag ik schade, voel de steken in mijn hart. Oh, het had niet worden met die shit dat ik heb gehad. Was zo bang om vroeg te sterven, mama, ik voelde me verward. Verheef ik mezelf, alles lijkt zwart. Dat is zo moeilijk om je liefde te geven. Waar hing het mes in mijn leven? Maak een einde aan mijn trots, kwellen stoppen met zweven. Ben een debiel, kun je me verheven? Ik pas me aan, en ik doe dat veel te veel. Ik heb fucking vele motten, maar voel me zo alleen. Ben zo bang van die stelte, fuck, trip me bij de keel. Wil een eind aan dat spel dat ik speel. Misschien stoppen met mijn passiekaren, fuck it. Ik wil verlichting, kun bereiken, lekker monnik. Wie stapt er hier, mijn visie, is zo dood van min dat op is. Ben bewuster dan de meisten, dus verander me van topic. Wat u zou deur dat ik het jongen heb vertaald. Is het dagelijkse vecht, maar het hoofd van de hel. Is de schoonste les me gekwel. Ik laat de controle los en de rest zie ik wel. Vergeven is een yeah. onderdeel van het leven. Yeah, it's part of life. Yeah. Dat is een schoonheid. Een schoonheid die we delen. Yeah, word. Van het leven. Vergeef jezelf. Vergeef iedereen. Peace. Heids. De volgende zeer. Yes. Het volgende nummertje heb ik ooit geschreven voor mijn mama, die er gelukkig heel goed is uitgekomen. Dus ja, lustert. Yeah. Mama, je meelustert. Love you. Yeah. Ik denk een shout-out naar iedere vrouw die kampt met borstkanker. Iedere mama. De wet is een uitweg. Je zit nooit alleen. Never. Yeah. De deur van het universum. Ze schenkt het leven voor de puurheid van haar baby's en de zorg die ze wel heeft. Je bent zo'n prachtig buurval ziel die me doet zweven. Door de storm, de hel, de koude voor je kinderen zee gedreven. Je had honger, man zat eten en mijn vreter. Ik heb je slechte mama's, maar je weet beter. Je helpt iedereen, je vecht voor de kost. En het laatste dat je verdient is die kanker in je borst. Ik kan het niet verteren, hoe dat ze van je profiteren. Betaal maar voor je pijlen en te opereren. Maar ze laat je creperen. Zester vallen van haar kanker, kom me zot. Ik wil er niet verliezen, dus het goed naar mijn hot. Fuck die ziekenhuizen, pak die dokter als een strot. Ja, dus financieel geplunderd, maak je kapot. Het is niet gemakkelijk, mama, maar je moet me nu vertrouwen. Kon je sleuren, het een modder heb je zullen, kun je boom. Fuck hemo of die pellen, die moet slekken. B17 en CBD voor de slimme rekken. Je zit niet alleen. Het is je dit niet voor te sterven. Kom maar mee, mama. Je zit de zon tussen mijn sterren. Yeah. Niet alleen. Niet alleen. Je bent niet alleen. Yeah. Mama. Niet alleen. Niet alleen. Je bent niet alleen.
zelfs mannen kan het tegendeel bewissen. Dus doet het goed, is het wat hij moet begrippen. Je komt er deuren, het leven hou je grippen. Yeah. Point blank. Yeah. Niet alleen. Yeah. Niet alleen. Je bent niet alleen. Yeah. Niet alleen. Niet alleen. Je bent niet alleen. Geniet van de natuur en genees. En blom mij voor je leg aan het zodan met dat vlees. Voel je puur, lekker passen voor een kind. Zoek de rest en je ziel, dus weg van die vent. Ik weet, het leek zo benauwelijk. Maar mama, voel je vrolijk. Dus niet wenen kan een oplossing en door. Je komt uit je miserie, mama. Dat is het hen dat je belooft. Yeah. Thanks iedereen, Winterwoorn, Skamik, Point Blank. Merci aan al de andere bands, Winterwoorn, De Max. Echt de waarheid. Echt fantastisch, mijn het. Dit was het voor de derde aflevering van Lijfstroom. Een dikke merci aan Sabam for Culture en aan onze drie bands natuurlijk, Partners, Frankie en Skummik. Ik doe graag nog een hartelijke shout-out naar Live 2020, een initiatief om de bloedende livesector te ondersteunen. Check hun website. Volgende week hebben we weer drie nieuwe bands, maar eerst is er nog Oostende Doorstroom. Deze week trokken de Westerlingen met Nosedrip naar de Technische Hogeschool in Oostende, die momenteel afgebroken wordt. De track die je hoort is Casimir's van Vijs. Geniet ervan en tot volgende week. Yo. Ciao!